Het is druk in het centrum van Veenendaal en achter mij is een vandaag waarschijnlijk wel bijzondere winkel. Goudrenet op de Scheepjeshof in Veenendaal, want daar werkt de enige lokale trots die vandaag meedoet aan de Dutch Food Valley Classic. Hij is een klein half uurtje geleden gestart. Joachim Arissen is gestart in Barneveld als renenaar. Hij werkt hier. We gaan eens even kijken wat zijn collega's ervan vinden dat hij vandaag niet komt werken. De baas eigenlijk van Joachim Arissen hier. Hij werkt hier in de Goudrenet. Ja, dat klopt. Hij werkt hier sinds een tijdje. Werkt hij hier 2 dagen, 5 uurtjes per dag. En dat combineert hij dus met het fietsen. Is het een goede werknemer? Doet hij zijn werk goed? Ja, goed. Hij moet ook gewoon zijn werk doen natuurlijk. Maar wat hij moet doen, dat doet hij. En dat doet hij naar behoren. Dus prima. Wat is precies de taak die hij heeft? Wat doet hij zoal op een dag? Ja, eigenlijk gewoon alles binnen dit bedrijf. Hij staat in de snijkeuken waar hij de salades bereidt. Hij staat wat achter de kassa. Hij vult wat aan. Hij doet gewoon alles. En tijdens dat werken, misschien spreekt u hem dan wel eens. Gaat dat over wielrennen dan? Ja, daar hebben we het best wel vaak over inderdaad. Ik vraag hem natuurlijk altijd naar zijn gebeurtenissen van dat weekend. Waar hij gefietst heeft, hoe hij gefietst heeft. En dat een beetje het dagelijkse praatje tussen ons. Allebei vrije sportfanaten, dus dan krijg je dat toch al gauw, hè? Nou nee, hij had zich er wel goed op ingesteld. Van nou goed, ik ga kijken waar ik kon komen en hopelijk met een ontsnapping mee kunnen. Het is natuurlijk een sprinter, dus hij hoopt het eventueel als er een massasprint komt om daar goed van voren te zitten. Dat was eigenlijk zijn idee erover. Hoefde hij niet vandaag op zaterdag te werken eigenlijk? Want dat zou misschien wel wat lastig zijn af en toe. Ja, Joachim werkt in principe nooit in het weekend. Hij werkt alleen op maandagochtend en donderdagochtend. Maar dat hangt ook geheel af van zijn koersschema, zeg maar. En ja, zodra hij moet rijden, dan is hij hier vrij. Dat is gewoon eigenlijk geregeld. Flexibele baas, hoor ik. Ja, zeker. Zeker voor topsporters.